Underground Attraction en Perfect bij Easy FM. Het is klokslag 4:10. En dat betekent één ding. Vraag het de makelaar met de makelaar Hans van Dijk van Flevo Makelaars. Hey Hans. Hey, goedemiddag Stefan. Daar zijn we weer. Hans, schijnt bij jou de zon? Bij mij schijnt de zon, ja. Hartstikke en jij goed. Wil het niet geloven, maar hij is doorgebroken. Nou, eindelijk. Want heb je ook nog last gehad van de regen? Of heb je veilig in je eigen huisje gezeten? Nou, ik heb veilig in het huisje gezeten. Maar gelukkig waren er ook heel veel droge periodes. Ik moet wel zeggen, ik heb nooit zo vaak op de buienradar gekeken als de afgelopen week. Nee, dat kan ik niet. Maar in de droge periodes was het heerlijk wandelen met het hondje uit. Dus nee, dat ging prima. Ja, maar dit is nog lekkerder natuurlijk. Nu lekker buiten zitten, in het zonnetje. Ja. Kopje koffie erbij. En je blijft, nou, ook maar, je blijft ook maar werken. Want dit is in principe natuurlijk ook, het hoort allemaal bij je werk. Jij bent een makelaar, een vragende makelaar. Dus je bent nu eigenlijk ook weer in je vakantie aan het werk. Dat is heel goed voor jou. Ja, toch? Ja, ach, maar het werken is ook al een passie. Dus ik vind het helemaal niet zo werken. En, dat zijn echt, wij zijn ook gewend. Wij zijn ook gewend om gewoon 24/7 bereikbaar te zijn voor al onze klanten. Nou, dus ik vind het helemaal. Ik vind het ook heel gezellig om even zo met je te praten. En ik ben benieuwd naar de vraag die de is vraag, gekomen. Want er zijn verschillende vragen binnengekomen uiteraard. En een van die vragen die we uitgekozen hebben is. Hans, vraag de makelaar. Kun je biedingen op huizen inzien? Weet jij dat? Het korte antwoord is ja. Het iets langere antwoord moet ik wel geven. Want het is niet zo van, nou, je doet vandaag een bieding en je kunt hem gelijk inzien. Sinds 1 januari is er een wettelijke verplichting voor makelaars om een biedlogboek bij te houden. En zijn een beetje twee verschillende systemen. Daar zal ik niet mee vermoeien, maar het heet eerlijk bieden of biedlogboek. En dat betekent als de biedingen afgelopen zijn, dus het is gesloten en eigenlijk verkocht, ja, dan kunnen de bieders dat biedlogboek inkijken. Ja. Dus dat betekent niet van, nou, jij hebt nu vandaag geboden en je komt vanmiddag even kijken, je ziet er is een hoge bod en je kunt alsnog je bod verhogen. Nee. Daarom, het moet wel eerlijk blijven. Maar je kunt wel kijken van welke biedingen zijn er geweest. Geanonimiseerd natuurlijk, want je kunt niet zien of je buurman nou net iets meer heeft geboden. Nee. Maar daardoor kun je wel zien hoe de biedingen is verlopen. Oké, dat is heel handig als je toch eens even wil kijken als je er net naast zat, wat dan uiteindelijk geboden is natuurlijk, hè? Want dat is ook wel interessant. Ja, maar het is natuurlijk niet altijd de prijs, hè? Want al heb je het hoogste bod hoeft niet het beste bod te zijn, zeggen wij altijd. Het is natuurlijk ook altijd aan de verkoper om te kijken van wat is het beste bod. Want iets, om je maar een idee te geven, je kan natuurlijk met voorbehoud financiering bieden. Hm. En met voorbehoud voor een bouwtechnische keuring. Ja, en als jij natuurlijk biedt zonder die voorbehouden en je biedt, ik noem wel wat, 10.000 euro of 5.000 euro lager, kan dat voor een verkoper interessant zijn om te zeggen, nou, ik neem het iets lagere bod, want daardoor heb ik geen voorbehouden. En weet ik zeker dat mijn honing gelijk verkocht is. Dus het hoogste bod hoeft niet altijd het beste bod te zijn. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken eigenlijk. Maar interessant dat je dat zegt, want zo heb ik er nooit bij stilgestaan. Dat is echt goede informatie, Hans. Denk je trouwens dat er ook nog eens een moment gaat komen dat biedingen gewoon van de baan zijn? Dat we weer gewoon teruggaan naar de oude situatie, dit is de vraagprijs, en dat er nog een beetje afgedongen gaat worden of zo? Ja, ik denk dat er nooit een veel verschil is geweest. En er was natuurlijk altijd, wat wij dat noemden, vraagprijs. En dan ging je hoger bieden of lager bieden. Dus eigenlijk was dat hetzelfde. Ja. Toen er natuurlijk een house was in een woningaanbod, ging iedereen de bieden van afprijs hanteren. Met andere woorden, nou, lager moet je niet gaan zitten, hoger mag. Maar in principe was dat natuurlijk ook hetzelfde. Want als er een lager bod zou gekomen zijn en er was geen enkel ander bod en de verkoper gaat akkoord, wordt de woning ook verkocht. Ja, dus waar. Het is eigenlijk nooit echt anders geweest. Er is een bepaalde prijs waarvan de makelaar zegt, nou, dat is die woning eigenlijk waard. Ja. En dan is het de markt, de kopers, die bepalen of ze meer willen betalen of minder willen betalen. En de verkoper bepaalt of die dat bod wil aannemen. Het is eigenlijk nooit anders geweest. En de ene keer noem je het wat anders. Maar dat is gewoon zoals het werkt. Ja. Je moet gewoon lekker gaan kijken naar een woning.
En als je een woning een bepaalde prijs waard vindt, je wil er graag wonen, nou, dan doe je dat bod. En of het hoger of lager is, ja, dat bepaal je uiteindelijk zelf. En ook je portemonnee, krijg je het gefinancierd. Precies. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Maar daarvoor heb je nu juist een makelaar die je daarbij kan helpen. Juist. Dus daarvoor die vragen kun je altijd even naar Hans toe gaan. Onze makelaar Hans van Dijk. Die kan alle vragen beantwoorden. Dus heb je vragen aan de makelaar, stel hem dan via studio@easyfm.nl. En anders mag het ook via WhatsApp 036-234-0955. En datzelfde nummer kun je ook gebruiken voor een spraakbericht. En in alle gevallen even je naam erbij vermelden. Dus vragen aan Hans, vragen aan onze makelaar 036-234-0955. Maar iets anders, want we hebben het natuurlijk over de belangrijkste beslissingen in je leven. Hè? Zo'n aankoop van een huis, dat is niet zomaar iets. Maar dit is wellicht iets minder zwaar. Want we hebben natuurlijk ook de leukste straat van Almere verkiezingen, Hans. Ja. Ja, 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 de top drie. De top drie. Die is bekend, hè? Zal ik hem bekendmaken? We hebben Oevergriend. Ja. We hebben Eugène Odemhof. En we hebben de Houtstraat. Ja. En ja, dat zijn eigenlijk drie hele verschillende straten. Want ik heb ze alle drie aan de telefoon gehad. Tenminste, de woordvoerders van die straten. En bijvoorbeeld de Houtstraat. Nou, daar spat de gezelligheid van af. En dan hoor je al dat het een gezellige, ik wil niet zeggen volksbuurt is. Maar het is een enorme sociale cohesie. Die is er ook op het Eugène Odemhof. Maar dan is er toch veel meer privacy. En je hebt veel meer afstand tot je buren. Veel meer ruimte, veel meer groen. Ja, en de Oevergriend. Ja, dat is gewoon een hele mooie wijk. Waar eigenlijk heel veel over te vertellen valt. Maar ik maar niet doen, want anders zijn we over 10 minuten nog niet klaar. Ja, en daar kun je dus op stemmen op de leukste straat, top 3. Dus heb je dat nog niet gedaan, Hans? Dan zou ik zeggen, ga even naar easyfm.nl en onder acties. Dan kun je gewoon een straat aantikken. Want het gaat middels een muisklik. En je e-mailadres even achterlaten. En dat kan nog tot en met zondag 27 augustus. En in week 35 wordt dan de leukste straat van Almere bekendgemaakt. En dan vindt daar een heel mooi straatfeest plaats. Dat gaat goed. Hey, en wie staat er nu? Is er al een tussenstand bekend? Want naar mijn idee is er wel een koploper. Er is een tussenstand bekend. Die is een paar dagen geleden is die bekendgemaakt. En op dit moment staat Oevergriend aan kop. Dus de andere straten, die liggen nog een klein beetje achter. Maar er is natuurlijk nog een hoop tijd. Nog minstens 2 weken. Dus ik zal me niks verbazen als het Eugène Odemhof of de Houtstraat ook allerlei acties gaan ondernemen. Ja, om hun straat toch hoog in die top 3 te krijgen. Nou, ik zou zeggen, gewoon stemmen. En het is veilig stemmen, want je kan maar 1 keer stemmen. Juist. Dat is allemaal netjes geregeld. Dus het is ook niet zo dat je 100 keer op je eigen straat kan stemmen. Nee. Maar je kan wel iedereen oproepen van, joh, ik woon in de mooiste, de leukste straat van Almere, dus ga stemmen. Dus ik zou zeggen, ga maar lekker stemmen. En ik ben ontzettend benieuwd welke leukste straat eruit komt. Want daar gaan we ook naartoe. En volgens mij ga jij er ook om naartoe. Ik ga er ook heen, dus hoor. Het wordt een hele gezellige uitzending. Ja, en als je nou gaat stemmen en je denkt van, ja, ik ken eigenlijk alle drie de straten niet. Nou, we hebben ook op onze website filmpjes staan. Dus van de Houtstraat, het Eugène Odemhof en van de Oevergriend. En dan kun je dus die filmpjes bekijken. En dan kun je dus een eerlijke stem uitbrengen op het filmpje waarvan jij zegt van, nou, dat vind ik de leukste straat van Almere. Dus het is niet alleen maar in-crowd. Het is ook voor mensen die dus niet in die straten wonen. Dus als jij luistert en je denkt van, nou, ik wil wel op 1 van de 3 straten stemmen. Maar ik weet bij God niet op welke straat. Bekijk dan even de filmpjes. Dan wordt het allemaal duidelijk. En dan kun je tenminste een weloverwogen besluit nemen waar jij je stem op gaat uitbrengen. Via easyfm.nl. En even onder acties kijken, dan zie je dus de leukste straat van Almere verkiezing. Nou, Hans, dat was het voor deze week. Nou, het vliegt voorbij als het gezellig is. Ja, absoluut. Heb je een vraag aan Hans? Doe eventjes een WhatsAppje 036-234-0955 of studio@easyfm.nl. En Hans, dan spreek ik je graag volgende week weer. Tot volgende week en een hele fijne week alvast. Dankjewel, Hans. Jij ook. I need your booty.